hun... Oh. Ik zit mijn hele leven te investeren in dit jasje. Nee, ik heb hier natuurlijk veel uren in zitten. En ik dacht opeens, waar staat hij eigenlijk bij? Dit rekje is trouwens wat ik al mee wil nemen op reis. En toen zag ik opeens deze gouden kleurcombi. Kijk, dit linnen pak gaat natuurlijk mee. Mijn jurk die ik op het huwelijk aandoe. Even een pauze nodig. Ik was namelijk bezig met al mijn vlogs en trailers. En trailers maken is echt een kort werk, maar zwaar. Omdat je dus... een soort hyperfocus moet hebben. Je beslist elke seconde blijft het of gaat het. He, dus een vlog van 15 minuten moet naar 30 seconden. Dus bij elk fragment moet je afvragen, is dit zo interessant dat het in de trailer mag? Ja, ja, ik wist het. Ik wist het. Er zit namelijk hier een naad. Hier loopt een naad en dit band is ietsje als een soort bijna een peplum. En hier zit de tailleband van die rok. Dus precies op mijn taille gaat dit dingetje uit. En dat wordt nu benadrukt door dat ze bij elkaar zitten. Net een halve centimeter groter op de chest. Eigenlijk beter qua maat. Die oranje is eigenlijk gewoon toch te klein. Omdat die rok te groot is. Ja, dus deze rok die zakt af. Ik snap hier de lengtes niet. Dit zou ook mooi kunnen zijn daarbij. Ja. Beter. Een lookjes. Ik heb weer even een lekker vers to-do-listje gemaakt. Van alles wat er nog moet gebeuren voordat ik hier met een gerust hart weg kan. Het is heel veel. Omdat ik dus meer vlogs maak, ben ik meer aan het editen en vooruit aan het werk. Alle samenwerkingen die in september eventueel online komen, moeten dus nu ook al af. En goedgekeurd en teruggekoppeld en aangepast en weer terug. Cadeautjes voor de ouders van Richie als we er zijn. Ik heb net een fotoboek gemaakt op Hema en een zilveren fotolijst gekocht. Volgens mij hebben ze dat ook al in hun huis. En dan het idee is dat ze dan in die fotolijst een foto van hun... Oh. Ik word er dus echt super emo over. Ik zeg het de hele tijd van, oh fuck, vet mooi dat ze eindelijk hun eerste kleinkind gaan zien. Van, eindelijk, nou, Richie was 44 toen hij vader werd. Ze moet al 44 jaar wachten. Is het eindelijk zover? En dan, door corona mochten we gewoon de hele tijd niet naar Australië. Dus het idee was om dus die fotolijst te geven. Zodat we daar natuurlijk een mooie foto gaan maken met Sydney en hun. Ja, dus dat is onderweg. Het is daar Vaderdag. Dus ik ben ook nog bezig met andere cadeautjes te regelen voor Richie en voor de vader van Richie. Want het is natuurlijk leuk dat we dan daar zijn. Ik ben gewoon benieuwd of ik het ga doen. Even een leuke break, pauze. Hierboven wil ik die volume en dus niet pas vanaf, want dan doen ze het hier stijl en dan hier die krullen. Ja, mijn water kookt. Mijn allerliefste Richie heeft mijn allermooiste zijde top vernacheld. Kijk, deze top kennen jullie, die heb ik ooit een keer... vintage gevonden. Heel wijd en die was wit. En nu is die groen, geel, grijs. Ja, dat vind ik natuurlijk heel erg. Alleen, ik ga hem nu overdaaien in zwart. Dus ik doe wat zout in het water, poeder en dit. En dan een half uurtje laten koken. Nou, ik ga hem dus laten drogen en morgen even aandoen. Hij lijkt me heel cool, omdat deze dus nu ook contrast stitching heeft. Bij die nieuwe denim short die ik heb gekocht. Of bij het nieuwe rokje. Ik ben die video nu aan het editen voor Alwin en Guylaine, met Alwin en Guylaine. En het is zo leuk om te doen. Kijk, waar zijn ze? Hier. Gewoon geweldig. Maar ik moest van 1:20. Nu zit ik op 19 minuten. Is erg lang wel voor een video, maar ik krijg er echt niet meer uit. Ik pakte de camera omdat ik deze lekker heb afgebakken. Dus dat is een brood van crisp. En dan kan je dan zelf even afbakken. Nou, dat is gewoon zo lekker. Echt zo'n hele grote emmer is dit. En het is alleen maar pindakaas. Dus ik dacht, oké. Maar ik vind hem niet heel lekker. Maar ja, dat is misschien de prijs. Oh wel, hij is gewoon helemaal leeg. Altijd die schandalige tv-series. Image shot. Het is nooit hoogwaardig. Het is altijd Selling Sunset, B&B voor Liefde, Married at First Sight. Oké, maar ik heb dus de perfecte gelegenheid voor mijn nieuwe pak. Knock Knock Art Fair. En Amy heeft waanzinnig mooie dingen gemaakt, kunst. En dat gaat ze nu laten zien in de hallen. En wij gaan er naartoe. Ik ga met René, maar Gijfke is er ook. Dus dacht ik, dan doe ik mijn artistieke, kunstzinnige pakje aan. Hè? Vond ik nou heel geschikt voor deze gelegenheid. Ik ga daar ook filmen, dus dan zien jullie meteen even wat en hoe en alles. Ja, doei! Ik heb even een wijntje gehaald voor Amy. Kan ze het nog een keertje vieren als ze thuis komt. Ja, maar waar hangt zij? Oh, lief, ja. Hoe voel jij je? Ja, goed. Ben je helemaal nu over je stress heen? Ja. Ja? Toch? Ja. Lovie, hi lieverd. Ja? Oké, ik ga nu met Amy mee. Ze was heel gespannen, want dit is echt voor jou heel nieuw om te doen. Ja, en mijn droom. Ja, en je droom. En dan als je ergens voor gaat, dan is het altijd doodeng. Ja. Ik zie het nu voor het eerst, dus van dichtbij, hè? En in het echt. Heel mooi. Vooral dus haar kleurgebruik. De lijst ook heel mooi. Ja. Hier wel. Doe even toast. Wil jij wel een vlog of niet? Ja. Cheers. Een leuk beeld. En iemand zei vandaag op de vlog, wat fijn dat Gijsje zo negatief is, want ik voelde me niet lekker en nu kijk ik naar en ik voel me weer beter. Negatief? Ja. Jij was zo, ik wil alleen op beeld met de zonnebril. Oh, alles zit tegen, de winkel is dicht, de salon is dicht. Dan voelt iemand prettig. Het is hier stom. Ik weet niet, je hebt me vandaag verteld. Dan weet ik ook wie het is. Ik vond je op YouTube. Ik dacht niet van, ik ken dat zoiets. Ja, please. Wij zijn helemaal onderin op jouw plek. Ja, toch? Je hebt de beste plek van de deur. We zijn even aan het eten bij de hallen. Sorry. Dit is trouwens echt het laatste voorbereidende vlog voordat we ook echt vertrekken. Dus ik ga nu naar Baby Planet in Drachten, kleding voor Sydney uitzoeken. Mijn moeder komt er ook naartoe. Sydney is zo'n beetje uit al haar kleding gegroeid. Ze gaat als een gek. Ik krijg heel veel kleding van mijn zus. En ik koop bij Gideon natuurlijk veel van die jaren 80 kleding. En bij de kringloop af en toe wat. Ik moet zeggen dat dat moeilijker is dan ik dacht. Maar ik snap eigenlijk ook wel waarom. Want alle kleding die Sydney niet meer past gaat weer door naar de volgende. En vanaf daar weer door naar de volgende. Dus eigenlijk komt kinderkleding niet zo snel in de kringloop terecht, denk ik. Dus ik ga even echt goede basisdingen kopen. Maar natuurlijk ook een paar fancy outfitjes. Dat ze helemaal kan shinen met haar oma daar. En het is natuurlijk gewoon een heel leuk uitje met mijn moeder samen. Om daar even rond te neuzen. En een nieuwe collectie is al binnen. Nou, ik ben er. Kijk, en mijn moedertje is er al. Hoi. Is het een half uur te wachten? Nee. Oh, wel. Half uur? Ja. Waarvoor ben je zo vroeg gegaan? Ik wou niet te laat zijn. Ik ook niet. Wij zijn zelfs nu nog een half uur te vroeg. Wat moeten we hebben? Kinderkleding voor Sydney, want ze is overal ongeveer wel te groot voor. Hè? Draagzak die op mijn rug kan. Oh, ja. Als we geen stoel voor Sydney hebben op de heenreis, dat ik haar ook even kan. Heen en weer rommelen en dat Richie even kan tukken. Dat is Michelle. Hallo. Hallo. Kirsten is helaas niet, dat had ik nog niet verteld. Maar jij bent echt fashion expert hier, hè? Kinderfashion. Ik doe mijn best, maar ja, ik verzorg inderdaad de inkoop samen met Lotte. Oh, ja, ja, en dat zien we ook op de stories van Baby Planet. Ja, daar proberen we heel actief mee te zijn. Ik heb al het gevoel dat ik jou ken, maar we kennen elkaar nog niet goed. Maar fijn dat jij mij wil helpen. Ja, nee, dat is die van stokken. Dat is eigenlijk een beetje een draagzak en een draagdoek in één. Ik zie hem nu voor het eerst. Het is echt half doek, half zak. Maar hij heeft niet het ingewikkelde van wat een draagdoek kan hebben met knooptechnieken. Nee. En omdat Sydney al wat ouder is, zal het natuurlijk vooral op de rug dragen. Ja, denk ik, ja. Ga ik haar even zo. Ja? En dan, ja, het voelt heerlijk. Wat leuk. De combinatie. Oh, zie je het zelf in de camera? Ja, ik ga dit even oefenen natuurlijk thuis. Ja. Dit zijn jouw decenten. Nee, hoor. Die zijn jouw decenten. Ja. Maar dat is hier. Ik kan hier mijn thumbnail van maken. En dan, ik heb een tweede baby. Wisten jullie dat? Deze decents, hebben jullie ze allemaal? Ja, dit is degene die... Ja, die is al heel mooi natuurlijk. Ik denk wel dat ik voor deze wil gaan. Heel benieuwd hoe ze dat gaat vinden. Ja. Ja, ze is heel klef, dus ze wil de hele tijd weer bij mij. Dus wat dat betreft zie ik het helemaal goed komen. Maar dat is wel denk ik van, wat is dit dan? Ja. Als het dus niet voor een kinderwagen geschikt is. Nee, gaan we daar naar Australië. Helemaal. Ja. Ga jij naar Australië? Ik woon daar. Oh, echt? Ja, ik hoorde het, ik denk nou. Waar woon je? Sydney. Oh, daar ga je naartoe. Oh, echt? Ja, mijn man komt er vandaan. Oh ja, leuk. Dus, ja, mijn man ook. Oh. Ik woon er dus. En hoe valt het? Ja, heel goed. Dit wordt hem. Keuze gemaakt, jongens. Ik ben helemaal verkocht. Wat vind jij, man? Ja, heel mooi. Ja. Dat had ik ook al willen hebben. Ja. Ik had een kangoeroetje. Oh. Ja. Grappig. Ja. Ik sta op de foto met in de draagzak bij jou. Die gaan we even optrommen. Ja. Oh, dit had je laten zien. Ja, die flare. Oh, dit is wat cute. Een mom jeans voor baby. Hele leuke nieuwe najaarsitems uit. Ja. Wat je nu dit seizoen heel veel ziet is heel veel unisex collectie. Oh, en dus veel wat geschikt is voor zowel jongens als meisjes. Ja. Deze outfit zit niet. Dit heb ik dus nu al. Dit jurkje zag ik net. Wij gaan nu nog op vakantie. Maar heel veel mensen zijn al terug. Dus echt het laatste stukje. Dus als zij de vlog zien, is het eigenlijk voornamelijk nieuwe collectie. Ja. Ik ga even een rondje lopen, kijken wat er allemaal is. En dan ga ik mijn keuze maken. Heel cute. Ja, zo eentje heet zo. Ja, die wil ik ook. Is die ook in haar maat? Ik ga zo even laten zien wat voor outfits ik hiermee in gedacht heb. Wat voor allemaal sets. Heel veel hele gave outfits. Ik ga ze thuis laten zien. En ik heb ook nog een nieuwe luiertas die groter is, waar dus meer in kan. Ook qua eten en speelgoed en dat soort dingen. Van oma. Oh ja. Van oma krijgt ze dit. Wij willen het poppenhuisje voor haar kopen. Dat geven we dan als we terugkomen uit Australië. Maar dan heeft ze alvast deze set. Vond je het leuk? Heel leuk, ja. Mooie ding, hè? Prachtig. Waar ging jij naartoe dan? Ik heb ook volgens mij naar Baby Planet, maar dat zat toen nog heel ergens anders. En ja, ik kocht ook al heel veel in de kringloop. Ja, en je maakte heel veel. En ik maakte heel veel. Ja. Wij gaan even wat eten en dan zien we jou weer na de vakantie in de vlog, hè? After Australia. Ja. Doei! Doei! Mam heeft hier een eigen koelbox. Oh, wat lekker! Oh, mijn lievelingseten, zalmsalade. Heb je ook bestek? Eén vork alleen. Oh. Voor ons beiden één? Nee, per persoon. Iedereen vork. Ja, dus we gaan nu op een openbaar bankje even eten. Deze money shot van de vlog. Schaamteloos. Ik denk dat mensen ook echt geen idee hebben wat ze hier zien. Nee. Je mag kiezen. Ik vind ze allebei lekker doen. Tot over een maandje. Ja. Hele goede reis. Oh. Good morning! Ik zal nog even laten zien hoe mijn zijden top is geworden. Het ziet er heel heftig uit, moet ik zelf zeggen. Zijde in een soort van zwart. Ja, het lijkt nu op beeld ook wel grijs. Ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk de knopen niet mooi vind. En natuurlijk nog licht. Dus als dit zwarte knoopjes worden, dan krijgt hij iets meer diepte. Nu is het zo van te vervaagd. Maar dan is het wel weer mijn favoriete super lightweight zomertop. Ik ga nu laten zien wat ik bij Baby Planet heb gekocht. Hou je vast, ik heb heel veel. Nou, de draagzak hebben jullie gezien. Ik ga vanavond Sydney erin hijsen. Wij gebruiken nog steeds de luiertas die bij de Bugaboo hoort. Die is heel praktisch. Alleen toch niet echt groot. En ik zie me dan bij de vlucht wel echt alles in die tas smijten. Dus haar speelgoed, haar eten, luiers. Dus heb ik deze megatas genomen. En dan doe je dus in dit pouchje. Pantene, haar elastiekjes, zonnebrandcrème. Ik wil denk ik niet met dit ding. Anders zit ik bij het editen zometeen alleen maar naar die knoopjes te kijken. I know my seal. Een jurkje in hele mooie seerzakkenkwaliteit. En dit doet Sydney aan op het feestje de dag voor het huwelijk. Dit vind ik heel handig, omdat hij dus niet over de hoofd hoeft. Dus een soort vestje, maar dan eigenlijk een truitje. Dit cadeau is van mijn moeder, dat geef ik haar vanavond. Badstof tuinbroekje. Heb ik een paar van deze geweldige rompers. Als we uit eten gaan met Nana en Pa. Ja, kan ze op netjes. Dit vond mijn moeder nog, want ik zei ja, ik heb eigenlijk nu toch nog geen korte broek. En al haar korte broeken zijn te klein. All black outfit. Dus een rib met een matching broek. Ja, deze is ook nog van de zomercollectie. Tonaal ruitje. Ik kan ze nu natuurlijk al aan in Australië, maar ook gewoon voor de hele winter. T-shirtje, dat is wel dan voor nu. Sokjes. Dit zijn sokken voor binnen met zo'n hele lekkere anti-sliplaag. Longsleeveje, heeft een pofmouwtje. Melange, hè, dus een beetje toetoon garen. En de afwerking vind ik heel mooi. Nog een rompertje, dezelfde, maar dan in een okergeel. En met short sleeve vind ik ook handig af en toe. Deze heeft geen melange, maar wel een slubjarn. Ja, dus slubjarn, dan zit er wat dikteverschil in, waardoor die dus een beetje zo'n onregelmatige look krijgt. Wat ik weer heel mooi vind. Prachtig geprint. Oh ja, deze had mijn moeder uitgezocht. Heel mooi van dat hydrofiel doek. Blouseje, maar wel door die twee lagen wel dik genoeg als bijna een vestje eigenlijk. Zo'n mom jeans. Ja, ik heb dus wel dingen ook een beetje vooruit gekocht, maar dit past er nu al wel. Dan is die gewoon super baggy natuurlijk. Deze vond ik nog in de sale voor de vakantie. Deze sweat, heerlijk. Er zit ook stretch in, dus het zit gewoon geweldig natuurlijk. Een bruine kleur, maar dat vind ik heel mooi met het roze. Deze kleurcombo. Deze is ook weer all over geprint. Ja, en dit broekje. Is ook nog dezelfde met zo'n drop crotch. En het laatste, dit heerlijke truitje. Mijn schoonzusje heeft deze ook. Nou jongens, het was zo gezellig daar weer. Ik heb Kirsten wel echt gemist. Ik vind dat een geweldig leuk mens, maar dat weet ze. Maar het was met Michelle en Marleen heel gezellig. Dankjewel Baby Planet voor de supergoeie service. Ik ga nu ook de vlog afsluiten. Dit is hem. Oeh, we gaan morgen op vakantie. Er komen dus even geen vlogs online, maar als wij terug zijn weer wel. En tot die tijd kun je op Instagram natuurlijk wel alvast foto's zien. Dus heel spannend. Ik zie jullie daarna. Doei!